Ja, het is weer zover, kinderen. Ik zit weer op de boot met Sinterklaas. Sinterklaas, welkom weer in het land van Kuik. Ja, Ellie, wij zijn weer heel blij dat we weer hier mogen zijn. En we vinden het ook bijzonder leuk en heel aardig dat Wijk TV De Valen weer komt filmen. Want jullie zijn toch wel een van de beste omroepen in Nederland, om niet te zeggen de beste. Kijk, nou, een compliment van Sinterklaas. Mijn hele dag kan nu al niet meer stuk. Wat fijn dat u er weer bent. U heeft een paar jaar niet met de boot naar Kuik kunnen varen, hè? Maar nu wel weer. Ja, we kunnen weer in het echt, hè. We zeggen dan, we kunnen live op de boot. En dat vinden wij bijzonder fijn. En ook al onze pieten vinden dat heel fijn. Want kijk maar zoveel er zijn, hè. Die zijn zo enthousiast dat ze weer mogen op de boot. Ja, en ik zie dat de pieten volgens mij al door de schoorsteen zijn gegaan, want ze zijn alweer lekker gekleurd. Ze zijn weer hier en daar weer wat strepen op hun gezicht, maar alle kinderen mochten gisteren hun schoen zetten, hè? Ja, daarom. En gelukkig waren nog lang niet alle haarden overal aan, dan konden ze op heel veel plaatsen naar binnen toe. Vandaar dat er wat zwarte strepen in het gezicht zitten. Ja. Nou, Sinterklaas, daarover gesproken heb ik eigenlijk meteen een vraag. Want die kreeg ik van Farid binnen. Hij zei, wij hebben geen schoorsteen. Wij hebben geen kachel. Maar Farid, Sinterklaas heeft een magische ring. En als hij daarmee op het slot tikt, dan gaan alle deuren open. En dan kan hij helemaal alle schoentjes vullen. Dus die schoen die kan ook gewoon naast de voordeur of zo? Eigenlijk net achter de voordeur. Want als het regent, dan wordt het cadeautje nat. Hè, of de snoepjes die erin liggen worden helemaal nat. En dan zijn ze niet meer lekker. Oh, nou goed, kijk, dat weten we alvast. Sinterklaas, hoe was uw reis eigenlijk? Want u bent deze keer met het vliegtuig gekomen. Hè? Was dat spannend? Ja, het was een hele spannende reis. We hadden water gemaakt. De boot was lek. En ja, hij is gezonken. Toen, gelukkig konden wij allemaal goed zwemmen. En toen zijn we eruit gehaald door de reddingsbrigade. Ik geloof dat ik de reddingsbrigade Erika nog heb gezien. En toen zijn we in het vliegtuig gestapt. En dan zeggen de mensen, ja Sinterklaas, maar u moet niet vliegen. Maar ik kan jullie geruststellen, beste jongens en meisjes. Wij hadden een elektrisch vliegtuig. Heeft u al gehoord dat Isa haar voetje heeft gebroken? Ja, dat zat bij de ziektemailtjes vanmorgen. Isa, ik hoop Isa dat jouw voetje weer heel snel beter wordt. Dan kun je weer lopen en springen en fietsen. Ja, precies. En weet u ook al dat Fan volgend jaar een broertje of zusje krijgt? Ja, dat hij een kindje krijgt, althans zijn moeder, dat weet ik. Maar wij weten nog niet of het een jongetje of een meisje wordt. En dat is altijd een verrassing. Want als je een cadeautje uitpakt, Fan, dan zit daar de verrassing, hè? Ja. Wat eruit komt, dat is het. Ja, ja, het is net een cadeautje, ja. En Sinterklaas, weet u ook dat David met een hele mooie tekening voor u bezig is? Ja, en die David die ken ik heel goed. Ja. Want die kan zo fantastisch mooi tekenen. En hij heeft ook nog een zusje, dat leert ook tekenen. En dat zusje heet Florine. En dan hebben we ook nog Vince en Luc. Ja, en heeft u Fatima nog gezien de laatste tijd? Fatima. Weet je wel, het zusje van Ahmed? Ja, die heb ik gezien. En die was verstoppertje aan het spelen. En die dacht, Sinterklaas, je ziet mij niet. Maar Sinterklaas heeft ook verstoppieten. En op die manier hebben we Fatima stiekem gezien. Aha. Dat weet ze zelf niet, maar wij hebben ze gezien. Ah, goed zo, Sinterklaas. U blijft overal van op de hoogte. Nu zijn we bijna in Kuik. Hoe is dat om na een paar jaar weer voet aan wal te zetten hier? Nou, dat is een heerlijk gevoel. Want Kuik, daar heeft Sinterklaas toch iets mee, hè? Ja. Kijk om je heen. Kijk eens naar het zonnetje. Kijk eens naar het mooie weer. En we hopen dat dadelijk heel veel kinderen aan de kade zullen staan. Ja, nou dat hopen wij ook, hè. Daarna gaat u nog even naar de Schouwburg. En mogen alle kinderen van Kuik en omgeving u nog een hand komen geven? Alle kinderen, die mogen naar de Schouwburg toe en mogen Sinterklaasje een handje geven. Want dat vind ik heel leuk. En wat ook heel mooi is altijd. De kinderen hebben zulke mooie tekeningen en sommige hele mooie knutselwerkjes gemaakt. Ja. Nou, en die hangen we natuurlijk allemaal op de boot en straks weer over het paleis in Spanje. En dan kijken wij weer uit naar het volgend jaar. Maar laat eerst dit jaar de Sinterklaas maar eens zijn feest vieren. Hè, want dan kan het weer op grote schaal. En dan vinden wij het leukste van allemaal. Ja.
En waar gaat Sinterklaas de laatste cadeautjes nog kopen? Want u heeft vast nog niet alles bij u. Nee, we hebben nog niet alles, want we hebben met de streepjescode gecontroleerd wat er nog ontbrak. En we gaan bijvoorbeeld vooral bij de bakkers die nog open zijn, gaan we pepernoten halen, taai, speculaas. Want we hebben in Kuik ook een kampioenen speculaasmaker, hè? Ja, ja. Harry Jan die is daar heel goed in. En dan hebben we natuurlijk nog wat speelgoedwinkels, hè? Daar gaan we ook de inkopen doen. En verder gaan we zoveel mogelijk in Kuik kopen. Koop lokaal, dat is goed voor ons allemaal. Juist. Nou, Sinterklaas, echt, ik heb er bijna geen woorden voor. Ik ben zo blij dat u er weer bent. Ja, dat straal je ook helemaal uit, Ellie. Helemaal blij. 2 jaar moeten missen. Ja. En dan is het toch wel weer heel fijn. Lekker hier achter op het schip van de motorstoomboot Anna in het zonnetje. En we gaan er een mooi Sinterklaasfeest van maken dit jaar. En nog even, heeft u ook voor mij en voor Sterre en voor Piet en voor Harry, Leon, Peter, heeft u ook cadeautjes voor ons? Ja, ik zal niet zeggen welke, want het zijn hele speciale cadeautjes. En er zitten ook lokale specialiteiten in. Oh. Er zitten lekkere biertjes in, een lokaal likeurtje en de groeten van Kloosterbrouwerij Toebes. Kijk, ik verheug me nu al. Dat dacht ik. Sinterklaas, dank u wel en welkom in Kuik weer. Graag gedaan. En jongens en meisjes, we gaan elkaar dadelijk zien op de Loswal in Kuik. Dag! Piet, wat zit hier hierboven? Ja, dat vind ik altijd lekker. Kan ik altijd goed zien, kijken welke kindjes er al aan de kant staan. Dan kunnen we goed zwaaien vanaf hier. Ah, dus u bent een beetje de regisseur Piet zo? Ja, een uitkijk Piet. Kan ik alles goed zien. Ja. En nog lekker dat zonnetje nou, hè. Dat mis ik dan toch vaak als ik in Nederland ben. In Spanje schijnt die zon zo lekker. En hier in Nederland is het dan soms toch wel lekker. Een beetje regen. Toch geen fijn weer. Maar dit moeten we denken aan thuis. Oh, Piet, jij gaat ook al heel vaak mee naar Kuik, hè? Ik vaart al hele lange jaren mee, ja. Helemaal naar Kuik toe. Dus dat is een behoorlijke tocht. Dat klopt. Ja, maar jullie zijn ook elk jaar mooi van de partij hier. Dus schitterend, ja. En Piet, vindt u leuk in Kuik? Ik vind het hartstikke leuk, ja. Alleen nou met het gemeenteland van Kuik, dat is even iets groter. Dus dat is wennen voor iedereen. Maar ja, dat zal best wel goed komen weer. Ja, maar jullie hebben heel veel Pieten meegebracht, hè, nu? Dat klopt. En er zitten ook heel wat jongere Pieten bij. Nieuwere Pieten. Die moeten het allemaal nog leren. Dus het kan af en toe een keer wat fout gaan met pakjes en dergelijke. Maar ja, dat is ook allemaal goed, want Land van Kuik is ook groot. Dus dat moet allemaal weer even nieuw ingewerkt worden. Ja. Dus dat komt helemaal goed in. Ik heb er heel vertrouwen in. Oh, goed zo. Nou, dan heb ik het ook. Zeker weten, Ellie. Dankjewel. Ja. Okay. Oh, Piet. Bent u de koffiepiet? Oh, ja. Jazeker, ik ben de koffiepiet. Ik wist niet dat die ook al bestonden. Ja, echt wel. We hebben overal pieten voor. En samen met die jonge dame hier binnen. Ja. Kom er even bij. Zorgt u gewoon lekker voor de koffie de hele dag? Zorgen we lekker voor de hele dag voor de koffie, ja zeker. Ja, we moeten een beetje ook voor de inwendige mensen en inwendig, vooral voor de inwendige Piet zorgen. Heel ja. Goed. Heel belangrijk. Nou, dank u wel hoor. Ja, alsjeblieft. Ja, we hebben veel te doen. Op het dak, op het dak. We vullen elke schoen. Heb jij ook zo lang gewacht op dit moment? De hele nacht zijn wij voor jou aan de slag. Het is fijn om een coole Piet te zijn. In deze tijd wordt ieder kind verwend. Oh, 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 oh. Het Pietenfeest op de daken. Oh, 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 oh. Het Pietenfeest op alle dagen. Geen probleem, pak het aan, Pieter kennen. Geen gevaar, harde wind, volle maan. Oh, het is een feestje. Een leuk liedje en we beginnen gewoon met de eerste rij. De eerste rij. We beginnen met een rug. De rondschaatsen en dan moeten jullie allemaal de hand naar voren steken. En de kop zijn zo laag. Ja! Dit omhouden? Ja! Okay. Roep maar even. Piep! Ja, waar komt ze aan? Ik ook. Ik
Carnaval. Nee, maar... Ja, kom eraan, kom aan! Handen naar voren! Ja, 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 olé, olé. Ja, ik vind het wel bijna helemaal goed, hè? Maar gelukkig hebben we een reddingsbrigade. Van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Hij zwaait terug! Zwaai maar even allemaal, hij zwaait terug! Oh. Wacht op Sinterklaas in de zon. Jullie kunnen hem ook zien hier, nou bijna. Jullie kunnen hem zien, denk ik, hè? Ik tel tot drie en dan gaan we nog een keer roepen. 1, 2, 3! Sorry. Begins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dik op en neer. Hoe waaien de rimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. O, lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij. Ja, het is weg. Hallo. Eerlijk zullen we alles delen, suiker, groet en marsepein. Van verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gart. Eerlijk zullen we alles delen, suiker, groet en marsepein. Jongens en meiden, hij is er weer. Sint-Nicolaas in Kerk. Yeah. En wat zijn we er blij mee, want daar hebben we hem gemist. Hebben wij Sinterklaas gemist vorig jaar en het jaar daarvoor? Want toen kwam hij wel, maar toen was hij alleen op televisie, hè? Toen mochten we niet naar buiten met z'n allen. Dus wat zijn we blij dat we hem weer zien. Sinterklaas, wat vind ik het goed, u hier weer op de Maaskade te mogen begroeten. En moet u eens kijken, volgens mij zijn er nog meer mensen wat ook boven op de dijk staan, zeg. En de kinderen hier helemaal vooraan, het zijn er gewoon nog meer dan de vorige keren. Denkt u ook niet? Burgemeester, dank u wel voor de mooie woorden. En jongens en meisjes, wij zijn natuurlijk 2 jaar niet hier met de boot aangekomen. En dat was natuurlijk heel spannend, lang wachten voor iedereen. Maar jullie zijn met zoveel kleine kinderen, grote kinderen, en papa's en mama's zie ik, en opa's en oma's overal. Wat is het toch fijn om weer in Kuik te zijn. Ja, want iedereen die snakt wel naar een feestje in deze tijd. En zelfs het weer werkt mee, het zonnetje schijnt. Misschien heeft u dat uit Spanje wel meegebracht. Want het was wel spannend, jongens, hè, of die zou komen of niet. Maar het vertrouwen hier dat Sinterklaas er echt zou zijn, dat was natuurlijk hartstikke groot. Iedereen denkt, ze kunnen me wat. Hij komt helemaal
meteen uit Hellevoetsluis, ook naar Kuik. En zie daar, in de zon, mogen we hem welkom heten. En dadelijk in de Schouwburg. Dus ik zou zeggen, ja, ik weet niet of de Pieten nog wat muziek gaan maken. Meneer Van Tegelen, die heeft natuurlijk al de blaren op zijn tong gekletst, hè. Want die en gezongen. Ja, ja, ik kon het thuis horen, weet je dat. Dus ik denk, nou moeten we er zijn, want Sinterklaas komt er nu echt aan. Dus ik zou iedereen een hele mooie, fijne Sinterklaastijd wensen. En Sinterklaas, ik moet nog iets doen. Want u bent hier niet zomaar eventjes, u bent hier natuurlijk tot en met 5 december. En als je hier logeert, ja, dan moet je ook af en toe je even te rusten kunnen leggen. Dus we hebben weer in Kuik een mooi huis voor u gereserveerd. En daar hebben we heeft een stevig slot. Dus daar hoort een grote sleutel bij en die mag ik u hierbij geven. Want jullie weten het misschien wel, hè, maar in de Maasburg kunt u op sommige tijden, dat moeten ze denk ik op internet even opzoeken, hè, maar dan kunnen ze ook nog op een andere dag Sinterklaas een handje geven of de tekening afgeven of misschien wel iets stiekems influisteren. Of een knutselwerkje, dat kan natuurlijk ook, hè. Burgemeester, heel hartelijk dank dat wij de sleutel hebben gekregen, want we hadden gehoord van een aantal winkeliers in het centrum dat het daar niet zo goed mee ging. En er was dus een mooie ruimte om het Sinterklaashuis in te maken. En wat wij vooral willen propageren, burgemeester, is koop lokaal. Allemaal. Ik ben heel blij dat u het zegt. Want ja, u moet voor zoveel kinderen zorgen voor cadeautjes. Maar u hoort het, Sinterklaas koopt lokaal. Bij de eigen winkels. Soms is het een beetje meer moeite doen om het niet via internet te kopen, maar je helpt er wel mee onze eigen ondernemers hier in Kuik en in de rest van het land van Kuik. Dus een goede tip, Sinterklaas. Hartstikke fijn. Ik weet dat ik moet slapen, maar alle mooie bakjes vliegen rond in mijn hoofd.
pakken ze mama over de film met z'n eentje tikken. Tussen goed. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Aan mijn rechterkant zit de baas. Maar aan mijn kant staat de burgemeester van Kuik. En ik... Het is al lang geleden, hè? Ondertussen, een heel land. Dat is helemaal waar. En ik zou graag het woord willen geven. Misschien heeft hij nog een heel leuk woordje. Volgens mij willen de kinderen niets liever dan dadelijk Sinterklaas in de hand drukken. Hè? Maar Sinterklaas, het was misschien wel de allermooiste intocht die we ooit gehad hebben in Kuik. Denkt u niet? Dat denk ik ook zeker, burgemeester. En wij zijn natuurlijk ook benieuwd wie volgend jaar ons ontvangt. Want volgens mij komt er nog een andere burgemeester. Misschien wel een nieuwe in het land van Kuik. Ja, vol verwachting klopt ons hart, zullen we maar zeggen. Ik had ook iets bedacht eigenlijk dat u misschien, als het zo warm blijft in november, dat u misschien ook een zonneklep op de meiden moet laten maken. Hè? Die zal ik nog eens voorleggen, dit idee, aan onze techneut Piet Techniek. Want we hebben heel de kade strak tegen de zon aan moeten kijken, jongens en meisjes. En dan is een zonneklep een heel goed idee om er iets aan te doen. En stonden deze kinderen ook op de kade? Waren jullie ook buiten? Maar dan houden we het al heel erg lang vol dus, hè? Dus volgens mij moeten we gewoon Sinterklaas gaan vragen om hier te gaan zitten. En dan ga ik gauw weg, Piet. En dan kunnen jullie je programma gaan doen. En ik wens jullie allemaal een hele mooie Sinterklaastijd. Nou, en dan mag wel even voor geproduceerd worden. Nou, dankjewel, burgemeester. Nou. Ah, mogen wel meeklappen hoor. Kom op jongens, dat kan wel iets actiever hè. En dan zit het meer in de zaal hè. Ja, we staan in de zee. En jullie zien het, jongens en meisjes, mama's, papa's, opa's en oma's, iedereen. Sinterklaas is weer aangekomen in het altijd gastvrije Schouwburg in Kuik.